Hey, vandaag wil ik jullie meenemen met mijn wandelen in herstel deel 13. Vaak wordt mij gevraagd in het herstelprogramma hoe jezelf te kunnen vergeven. En over een tijdje zal ik een video ook opnemen, een uitgebreide video over hoe ik stap 8 en stap 9 heb gemaakt. Maar ik wil deze video opnemen over hoe jezelf te vergeven en je daar kort in meenemen. Mijn sponsor gaf aan mij aan, voordat ik mijn stap 9 ging zetten, om de aangerichte schade zo ver mogelijk te kunnen herstellen bij de personen of de instellingen die ik heb aangericht door mijn gedrag. Dus misschien heb ik iemand van iemand gestolen, of wellicht heb ik iemand tekort gedaan, of wellicht heb ik iemand ruzie gemaakt met iemand, of heel veel schade aangericht door oneerlijkheid, noem het maar op. Er zijn allerlei dingen die ik in mijn actiestap heb opgeschreven en die ik met mijn sponsor heb gedeeld en met mijn hogere macht. He, toen ik nog niet weten dat het voor mij Jezus is, maar uiteindelijk was het voor mij toen God, zoals ik helemaal geen enkel idee had. Maar uiteindelijk heb ik het wel beleden aan een hogere macht, waarin ik toen nog geen besef had, en mijn sponsor. En uiteindelijk heb ik toen een lijst gemaakt, lijstjes gemaakt van stappen 9 die ik zou doen. En mijn sponsor had een suggestie gegeven. Hij zei, als jij bereid bent om andere mensen te vergeven, zal je zelf ook vergeven worden. Dus ben je bereid om die andere mensen ook te vergeven? En dan zei ik, ja, dat ben ik. Maar dat was soms best lastig. He, want er waren soms momenten bij dat ik zoveel moeite deed om in contact te komen met iemand. Om daarin mijn stap 9 te doen. En te vertellen dat ik die persoon tekort had gedaan door bepaalde gedragingen. En toen ik dat uitsprak met zoveel horten en stoten dat het eruit was. Dat die persoon zei, wat ben ik blij dat jij dit deelt, want ik heb het jou hetzelfde aangedaan. Die zag ik even niet aankomen. Ja, was ik even verbouwereerd, jongen. Ik was gelijk weggeblazen. Ik had het helemaal niet door, joh. Maar hoeveel te meer, hoe mooi het is dat ik daarin wel stappen 9 heb gedaan. En dat ik daarin ook gewoon heb gezet dat ik zelf bereid ben om mensen te vergeven. En ja, hoe mooi dat dan kan zijn. Dat hoe mooi het is om mijn stappen 9 te doen en de schade zo ver als mogelijk te kunnen herstellen. Wat het mij gebracht heeft. En ja, een van de mooie dingen die later op in mijn herstel waren, dat is, misschien heb ik die al in een eerdere video ook al gedeeld, maar ik wil dat hier graag delen, is dat ik eigenlijk op een bepaalde plek waar ik dan met de auto reed, merkte ik dat ik eigenlijk elke keer met een omweg reed. Dus ik reed nooit eigenlijk langs een bepaalde weg. Ging ik over nadenken van waarom rijd ik dan niet langs? En toen herinner ik me eigen dat ik daar, toen ik 20 of zo was, in een of andere feestzaal waar ik ja, als ik ging drinken, ik kon wel zeggen in het begin van het herstel, ik had nooit geen probleem met drinken. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik ging drinken, kon ik ook niet op een normale manier drinken. Ik moest zo snel mogelijk van de kaart zijn. Zo snel mogelijk helemaal van de wereld zijn. Weet je, en ik kan me herinneren dat ik op mijn 20ste met een aantal mensen op de fiets, zeg maar, naar een of andere feestzaal ging. En dat ik daar misschien wel een kwartier, 2 flessen, ja, van die liqueur achterover had getankt. Omdat ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer in staat was om op een feest te zijn. Hoe, als je daar ook überhaupt over nadenkt, waarom moet je helemaal van de kaart zijn ergens binnenkomen? Dat kan ik nu eigenlijk niet eens meer eigenlijk voorstellen. Weet je, dat je eigenlijk gewoon niet meer weet wat je doet. He, dat je buiten jezelf gaat. Weet je wel, ruzie maken met mensen, dingen vandalistisch slopen. Want daar was ik altijd heel goed in. Weet je, dat heb ik heel veel gedaan. En daar had ik ook heel veel schade aan gericht. En dat was bij deze feestzaal ook. Toen ik 20 was, had ik dus onder invloed, dacht ik even leuk en gezellig te zijn. Onder invloed, als je daar allemaal over nadenkt, is waanzin. Weet je, dat ik met mijn vuist, zeg maar, door de raam had geslagen. Omdat ik dat tof vond. Ja, jongen, dat is gewoon waanzin. Hoezo vond ik dat tof? Maar blijkbaar vond ik dat tof. En ik herinner mij als ik ging op een gegeven moment nadenken van wat is daar gebeurd. En ik herinner mij een moment dat ik daar dus op mijn 20ste daar naar binnen ging. En dat ik daar dus een beetje populair wilde doen. En dat ik daardoor met mijn vuist, zeg maar, door die raam sloeg. Maar alle gevolgen van die natuurlijk, bloedende vuist. Waanzin. Waanzin. Maar ik was een aantal jaar in herstel en ik realiseerde mij dat ik eigenlijk elke keer als ik richting, zeg maar, was eigenlijk een weggetje langs een bospad, dat ik eigenlijk elke keer voor een andere weg koos. En ik dacht van, waarom is dat nou? En toen realiseerde ik me eigenlijk, en die had ik niet in de stap gezet, maar toen realiseerde ik me dat daar iets gebeurd. Heb ik daar in de 8e stap over geschreven, gedeeld met mijn sponsor en uiteindelijk heb ik met allerlei mensen gedeeld en zei, als dit, zeg maar, jou zo
blijft belasten, is er wellicht de mogelijkheid voor jou om daar naartoe te gaan. En uiteindelijk ben ik daar toen naartoe gegaan. Of tenminste, ik heb geprobeerd in contact te komen met die man. En uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt met die man. En toen zat hij daar zo aan de bar, die man. En hij zei, ik snap er god niet wat je kan doen, jongen. Je wil geen zaaltje huren, maar wat kom je hier dan doen? Weet je, en toen zei ik tegen hem van ja, ik wil iets rechtzetten. En hij zei iets rechtzetten. Toen vertelde ik hem wat ik had gedaan. He, dat het ongeveer 23, 24 jaar geleden was. En dat ik daar recht wilde zetten en hoe ik het goed kon maken. En die man zat echt zo te kijken van, goed maken. Hey, er zijn wel meer mensen die hier zijn geweest die dingen kapot hebben gemaakt. Nooit is iemand hier geweest die dit heeft gedaan. Wat is dit bijzonder, joh? Hij zei, je hoeft niks terug te betalen. Hij zei, laten we samen een biertje drinken. Ik zei tegen die man, en die, laten we dat maar niet doen. Laten we even een cola drinken, zei ik tegen hem. En toen moest hij lachen, weet je wel. En wat er dus eigenlijk gebeurde hierna, is dat ik eigenlijk altijd met blijdschap, zeg maar, langs deze plek kwam. En geloof mij, de hart van die man is ook aangeraakt. Het is gewoon een prachtige getuigenis wat het werken aan het programma doet. En wat het kan gebeuren als jij ook vergeving vraagt aan zo iemand. En dat is gewoon fantastisch. Dat zijn fantastische ervaringen die ik heb gehad. Wat ook mij maakte dat ik niet meer achterom hoefde te kijken de hele tijd. Maar dat ik vooruit kon kijken. En met blijdschap en gepaste trots. Want niet trots van kijk mij eens gaan. Maar wel gepaste trots omdat ik blij ben dat ik uiteindelijk dingen uit mijn verleden heb opgeruimd. En proberen heb er het recht te zetten. He? En als die man had gezegd van nou die raam was zoveel, had ik het ook betaald. Want uiteindelijk is dat ook een van de dingen die belangrijk is in het rechtzetten van dingen die je hebt gedaan in je verleden. En de reden waarom ik deze video eigenlijk heb opgenomen heeft eigenlijk te maken met iets heel bijzonders wat is gebeurd. En dat ik zeg van ja, belangrijk is dat ik andere mensen ga vergeven. Om zelf vergeven te kunnen worden. He? Van degene de dingen die ik heb gedaan. En laatst mocht ik meedoen aan een tv-programma, dat is uitgezonden op 12 maart, De Verandering. Ik denk als je opzoekt op internet, De Verandering, spatie Koen de Rooij, met IJ aan het eind, want dat is eigenlijk mijn achternaam, De Rooij. Iedereen noemt me Lange, maar dat is mijn bijnaam, dat ik bijna 2 meter ben, maar mijn echte naam is Koen de Rooij. En als je dan op Google gaat zoeken, De Verandering en spatie Koen de Rooij, dan kom je waarschijnlijk bij het programma De Verandering, maar over mijn verleden gaat, waar ook mijn vrouw een onderdeel van uit heeft gemaakt en mijn ouders en een goede vriend die ik vanaf mijn gebruikerstijd al ken, hè, die nu ook ziet dat het nu met mij gewoon geweldig goed gaat, als boodschap te brengen. En deze video is er heel veel mensen bekeken, hè, is ook heel mooi om die getuigenis gewoon met mensen in gesprek daarover te hebben, zodat het, en niet ter eer en glorie van mij, alleen maar ter eer en glorie om mensen te kunnen helpen. Zodat mensen het kunnen kijken en zien van, hey, ik zit in de waanzin van verslaving. En wellicht is voor mij ook hoop tot een oplossing van die verslaving. Want dat is uiteindelijk waarvoor ik het onder andere heb gedaan. En daar ben ik blij mee. En het mooie is dat ook mijn ouders en misschien wel mijn kameraad, ook daar en mijn vrouw, mensen hebben bemoedigd om daarnaar te kijken. Om een stukje ingang te geven van, hey, wie is Koen nou eigenlijk? Van, hè, er is ook een programma waar ik ook al mee heb gedaan ooit, als je me echt zou kennen. Hè, wie ben ik als je me echt zou kennen? En het is gewoon een geweldige moment ook om een getuigenis te geven aan mensen. Als je in gesprek bent met mensen, dat je op tv bent geweest, dat mensen gaan allerlei dingen vragen. Het kan daar ook een visitekaartje zijn voor het 12-stappen-programma. Hè? Want als mensen het zien, zien ze van, hé, maar ik ken ook iemand die een verslaving is. En ik zeg ook vaak van, hé, je mag mijn nummer ten alle tijde aan iemand geven als deze hulp zoekt. Zodat ik wellicht iets voor die persoon kan betekenen. Dat is gewoon fantastisch natuurlijk. En de reden waarom ik het zo mooi vind met De Verandering, is mijn vader deelde, dat vond ik zo iets opmerkelijk en bijzonders. En mijn vader die kwam een oude buurmeisje tegen, die was ook al volwassen, net als mijn leeftijd. Vroeg van, hoe gaat het met Koen eigenlijk? En mijn vader zei, ja, gaat wel goed. En hij is laatst op tv geweest. En mijn vader en moeder zijn natuurlijk vol trots dat ik daaraan mee heb gedaan. Dat ik eigenlijk probeer, zeg maar, om te laten zien van, hè, dat er een mogelijkheid is om vanuit de duisternis naar het licht te gaan. En dat het voor iedereen mogelijk is, wellicht. En mijn ouders zijn daar trots op dat ik daaraan mee heb gedaan. Omdat ze de meerwaarde zien van het tv-programma. En de buurmeisje vraagt aan mijn vader hoe dat met mij gaat. En mijn vader zei, het gaat wel heel erg goed. Hij is laatst op tv geweest. En ze zegt, oh, waarom dan? En mijn vader vertelt vanwege onder andere zijn pestverleden, waardoor hij uiteindelijk is geprobeerd te vluchten van al die pijn en daardoor in de drugs terecht is gekomen en ja, zichzelf daar in eerste instantie in heeft verloren, maar nu gaat het goed met hem. En zij schrikt en ze zegt, oh, ik heb hier zo'n spijt van. Mijn vader zegt, waar heb je spijt van? En ze zei, ja, vroeger waren we met een grote vriendengroep en ik wilde eigenlijk opstaan voor Koen, maar ik durfde niet ten opzichte van die groep. En ik heb eigenlijk met mijn broer heb ik meegedaan om Koen te pesten. En daar heb ik tot op heden zoveel spijt van, zou hij mij willen vergeven.
En mijn vader zei, het is je vergeven. Hoe bijzonder is dit, ja? Hoe bijzonder is dit, ja? Ik wist helemaal niet dat hun meededen om te pesten. Want dat kan ik me niet meer herinneren. Maar hoe bijzonder is dit? Dat eigenlijk inhoudelijk deze persoon, eigenlijk zonder dat ik het weet, de boodschap van een tevens negende stap om vergeving vraagt via mijn vader aan mij. Wauw. Ze zei, mag ik dat programma ook kijken? Mijn vader zei, ja natuurlijk, ik zal je die link geven. Hoe bijzonder is dat, joh? Hoe bijzonder is dat? Weer een pleister op mijn ziel die wordt geplakt van dingen uit het verleden die mij zijn aangedaan. Maar waar ik nu door het programma aan heb mogen werken en op een andere manier heb mogen kijken. Hoe geweldig is dat dit soort dingen op mijn pad komen. Voor mij is het gewoon een geweldige getuigenis van wat de meerwaarde is van kiezen in herstel en wandelen in herstel. Naar een nieuwe bestemming. Wauw. Zo fantastisch. Zo fantastisch om niet meer achterom te hoeven kijken. En waar ben ik blij dat ik deze boodschap met je mag delen. En ik hoop dat het je bemoedigd heeft. En dat je het wellicht iets vindt. En als je denkt bij jezelf dat je er andere mensen mee kan bemoedigen, stuur het gerust door. En ik zou het leuk vinden als je reacties stuurt. En als je niks wil missen van mijn kanaal, abonneer dan op mijn kanaal. En als je in contact wil komen met mij, er is een e-mailadres onder in de beschrijving. Maar er is ook een e-mailadres op het laatste plaatje naar Breaking Addiction. En als jij in contact wil komen met mij, of je wil meer informatie over herstel van verslaving, of je wil meer informatie over 12 stappengroepen waar onder andere ik nog steeds naartoe ga, neem gerust contact met me op. Ik zal altijd reageren. Hey, bedankt voor het kijken en Gods rijke zegen. Hoi!